Verborgen Verlangens is een bijzonder project van de Zorggroep en het Groene Kruis, waarbij kleine wensen worden vervuld. Jan is hier gekomen vanwege dat hij gevallen was, heeft een heupfractuur gehad, is rolstoelgebonden. Maar daarbij komend heeft hij dus ook last van dementie. Upside down on a carnival ride, that's how it is in my mind. Goedendag. Goedendag. Jan. Mag ik Jan zeggen? Ja, tuurlijk. Ger van Rosmalen. Ja, dat is die Gerry geweest. Nou, welkom. Jong. Welkom in Stadion de Koel. Is dat Gerry van Rosmalen? Godverdomme jong toch? Eppen van Bergen-Henegouwen. Alles en al de corrifee van VVV van Brugge. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, tuurlijk. Jan, ja. Mugt echt een officiële VVV-sjaal overhandigen? Ja, dat mugt ik bij alles. En hoe is dat fijn dan? Nou, kijk eens aan. Jan heeft dit verdiend, omdat ja, eigenlijk heeft hij verder helemaal niks. En hij is zo'n grote fan van VVV en als wij hem filmpjes op YouTube laten zien, dan, ja, dan wordt hij daar emotioneel van. En ja, ik vind dat zo geweldig dat hij deze avond gewoon nooit meer gaat vergeten, dat weet ik zeker. We hebben een fijn stadion. Als dit vol, gans vol zit. Weinig mensen, hè? Ach ja, maar dit zit me toch dik wist tot dan. Ja! Ja, jongens. Ja, ja! Oh, oh god, jongen, zo is het, hè? Ja. Ja, dat gewoon wat te zien, hè? Wat een graasmat, hè? Het is geen graas, kunstgraas. Ja, trouwens, maar wat een mat. Ja. Hoe lang lopen we gaan naar VVV? Oh, dat kan ik helemaal niet meer tellen. Zo lang als ik naar VVV. Nu was de graf zo groot. Ja, dat is waar. Altijd naar VVV gegaan. Dan zijn we verder ook wel. Ik ga je zonnesgeld uitgeven naar VVV. Ik zeg, VVV is mijn clubje. VVV gaat voor mij. Als je moest kiezen tussen VVV en mij, zegt hij VVV. Oh, wat was dat? Nu is ik de baan van de vuur te horen. Wat een zakken was. Wie was dat? Ik ken die jongens toch niet, ja. Ach, dankjewel. Oh. Die heeft zich al lang niet meer gehad, jong. Kijk eens. Even lekker voor binnen. Ja. Ja! Ja! Nou, nee! Wow! Ja! 3-0! Hup, hup, VVV! Nou, kom op! Voetbal is mijn leven. Ja. Ik vind het prachtig. Vooral als we gewonnen hebben. We willen jou namens de spelersgroep iets moois aanbieden. Ja. En ik hoop dat je het leuk vindt. Dankjewel. Dat is prachtig. After everything that we've been through,